Dordrecht mag het weer eens gaan proberen tegen Cambuur. Cambuur eigenlijk de angstgegner voor Dordrecht. De laatste 6 wedstrijden werden gewonnen door Cambuur. En Dordrecht weet eigenlijk nooit te scoren tegen Cambuur. Cambuur wel tegen Dordrecht. Oh, wat een mooie zeg om mee te beginnen. Het doelpunt van Daniel Crowley van Cambuur. In de 13e minuut wordt hij niet aangevallen. Twijfelt hij nog even en prikt hij de bal net onder de kruising. Achter Brian Jansen in het doel. Een lekker begin voor de ploeg van René Haken. 1-0 voor Cambuur. Nou, dan raakte die Daniel Crowley die bal lekker. Hier is hij weer, Crowley. Deze bal is minder mooi, wat heet slecht. En zo kan Dordrecht hopen op een mooie aanval. De voorzet is er. Maar Jafar Arias komt net te laat om die bal binnen te tikken. Naar Gerard Neuer, de coach van Dordrecht. Van Delen. Op de paas weer van Crowley overigens. Schiet de rechtsback de bal in het zijnet. Moeilijke poging, geen succes. Schilder. Vraagt iemand in de bal te komen en neemt dan heel veel risico. Dan is dit Gustavo Hamer die het in één keer probeert. Het zou fantastisch zijn geweest. Maar helaas, het ontbreekt Gustavo Hamer aan de juiste hoogte. Dan Cambuur weer. Met opnieuw Daniel Crowley. Die een hoofdrol vervult in de eerste helft. Weer het zijnet geraakt. Nu door Sai van Wermerskerken. Cambuur de ploeg met de meeste kansen, met het meeste balbezit. En met name deze Daniel Crowley was aan het strooien met paasjes. Hier lukt het uiteindelijk opnieuw om een speler helemaal alleen vrij voor de keeper te zetten. In dit geval was het de Houtkoop die het binnen had kunnen schieten, maar dat naliet. De 2-0 is dichterbij dan de 1-1. Maar gelukkig heeft Dordrecht de hele tweede helft nog om te scoren. Iets wat dus nooit lukt. In 8 van de laatste 10 wedstrijden geen doelpunt gemaakt. Maar daar komen ze. Mahmoudov naast geprikt. En zo blijft dat spook dat Cambuur heet maar rondwaren. Ze geloven er wel in. Het thuispubliek van Dordrecht. En de mogelijkheden zijn er ook wel. Alleen scoren lijkt zo moeilijk. Van Delen voor Cambuur. Zet de aanval op, krijgt hem terug van Schils. Van Delen geeft hem aan Bartel. En dan is het raak 2-0 voor Cambuur. In de 53ste minuut een geruststellende voorsprong voor de Friese. Martijn Bartel met zijn 10e van het seizoen. Gustavo Hamer komt net te laat om die inzet te kunnen voorkomen. En Brian Jansen opnieuw geklopt. En zo vaart het schip van Cambuur weer richting veilige haven. Crowley, ook in de tweede helft, strooiend met passes. Houtkoop. Houtkoop doet het zelf, heeft geen oog voor Van Kippersluis, die helemaal vrij liep. Excuses ook van Xander Houtkoop aan het adres van Kevin van Kippersluis. Ja, het kan natuurlijk nog wel met een half uur te gaan voor Dordrecht. Mahmoudov. Mahmoudov, dan moet deze erin en hij schiet de bal op de paal. Ja, als dit soort kansen niet benut worden, ja, dan gaat deze wedstrijd verloren worden. Opnieuw tegen Cambuur. Van Wermerskerken. Heeft tijd. En daar valt de bal weer voor de voeten van Martijn Bartel. En dan is de wedstrijd gespeeld met nog een kwartiertje te gaan. Hij handelt snel, Martijn Bartel. En hij handelt met name ook doeltreffend. Links-rechts. En Jansen is opnieuw gezien. En het zure gezicht van Gerard Neuer op de bank bij Dordrecht. Want hij weet dat het opnieuw niet gaat lukken tegen Cambuur. Net als in Friesland, in Leeuwarden, wordt het nu in Dordrecht 3-0 voor Cambuur.